Hier staat ook why, dus waarom. Iedereen zegt altijd waarom in het leven. En hier zijn enkele redenen waarom wij altijd waarom zeggen. Of we geforceerd zijn om waarom te zijn. Dus waarom is er geen respect? Waarom is er nog steeds racisme? Waarom doe je niet wat je wilt? Waarom werk je bij een baan dat je niet wilt, gewoon om geld te hebben? Waarom zijn er regels? Dus haakjes, niet regels van vrouwen. Waarom stelt iedereen altijd vragen? Waarom wordt eigenlijk een ziekte en iedereen wordt daar gewoon addict aan? Waarom is ook een verleden tijd, we moeten eens meer waarom vragen of stellen, want everything happens for a reason. Waarom vertrouwen we niet wat we horen, alleen als we het zien? Ik heb daar gekozen omdat ik doe dat ook, dat veel mensen het eerst willen zien voordat ze het geloven. En dat het ook anders kan om iets te geloven zonder het te zien. En daarom moet je gewoon in jezelf geloven. Ja, gewoon zelf, als je iets niet kan zien, dat je het ook gewoon kan geloven. Je moet het niet per se zien om het te geloven. En veel mensen doen het gewoon anders. Ja. Iemand die bijvoorbeeld zei, eerst dat ik dood was en dat ik weer terug levend ben, maar mensen geloven daar niet aan zo. Dat kan ook. En bijvoorbeeld in de geloven, in God en zo. Mensen willen het eerst zien en bewijs hebben om het te geloven en daarom dat ik dat heb gekozen voor de geloven en zo. Want wij geloven, wij voelen dat God bij ons is, maar mensen, ze geloven dat niet, ze voelen dat niet. En ze willen het ook niet voelen, maar ze willen het eerst zien voordat ze het geloven en voelen. En dat is niet dat we moeten hebben. Ik heb gekozen op stop racisme, omdat op aarde moet geen racisme... Bestaan. Ja, er is veel racisme. Mensen denken dat we niet gelijk zijn. Ja, ze denken dat ze hoger zijn dan ons. De gevolg van racisme oorlog op aarde. Ze gaan mensen doden. En ze moeten in hun hoofd zeggen dat iedereen is gelijk, iedereen heeft dezelfde bloed. Wit, zwart, geel, iedereen is gelijk. Ja, dat is niet de bedoeling. Gewoon zo, dat is om duidelijk te maken dat je dat niet moet doen. Dat niet nodig is. Hoeveel te mensen kwetsen. Daar zo'n derde persoon zegt, dat is niet de bedoeling. Ja, gewoon zo mensen opwijzen als ze in het algemeen slechte dingen doen, dat je dat als woord kan gebruiken en dat ze het dan gaan begrijpen als ze iets slecht doen. Je ziet dat daar veel dingen gebeuren die niet goed zijn. If a man calls a woman a hoe, you'll believe it. But if a woman calls a man a rapist, it's questionable. Dat is gewoon de waarheid. Want vrouwen zijn minderwaardig en zullen ze minder geloven. Gewoon omdat ze een vrouw zijn. De media zal meer geloven dat een vrouw een hoer is en dat ze erom vraagt. Maar ja, andersom is dat niet zo. Omdat de mannen denken altijd dat vrouwen minderwaardig zijn op alle vlakken. Maar eigenlijk, als we kijken naar geschiedenis, zien we dat er veel vrouwen heel powerful zijn. Black Lives Matter today, tomorrow and forever. Het leven van zwarte mensen tellen. Heel veel mensen volgen de trend op sociale media en op het nieuws. Dan doen ze net alsof er niks was gebeurd. En dat moet stoppen. Mensen moeten begrijpen dat er tot nu toe nog steeds veel racisme is. Overal in de wereld. En dat moet gewoon stoppen. Wij willen gewoon vrede. Ik vind het echt belangrijk om erover te praten. En met het klein bericht hoop ik dat jullie het kunnen verstaan en begrijpen. Ja.
Mensen negeren dat gewoon. Allee, ze volgen de trend. En dan gaan ze dat allemaal reposten op hun pagina's en zo. En dan gaan ze dat vergeten. Ja. En dat is belangrijk. Dus ze moeten dat onthouden.